Hallo beste kijkers van Subprojects, welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie zien in deze clip gaat deze hele mooie video over de politie. We hebben politie op ons ganghuisgrond gehad. Het was echt een hele rare zooi. Er was schijnbaar iemand die een melding had gemaakt dat wij guns bij hadden. Ik mag niet weten hoe iemand dat weet, alsof ze hun broekzak zien. Maar prima, ik heb gelukkig net op tijd die gun weg kunnen leggen en met de politie mee kunnen gaan. Jullie kunnen zien hoe dit is gegaan. Er was zieke AK's, alles was aanwezig. DSI, alle politie was aanwezig, dus dat was echt gezellig. Ze hebben alles doorzocht, maar als ze iets gevonden hebben, ja, dat zou je moeten zien in de video. Zoals jullie deze clip zien, wat jullie nu zien, als ik voortaan een intro inspreek van GTA 5 video. Deze clip heb ik erin gezet, omdat deze politieagent, wij reden rond, en er stapt in één keer een andere ganglid in die auto en die rijdt aan. Dus politie in dienst. Lift blijkbaar ook gangleden. Dus ik vond het een gepaste clip om mee te beginnen. Omdat het toch om de politie gaat. En de politie wil ze ook onnodig. En voor een melding die ik zelf niet echt serieus neem. Heeft meegenomen. Dus ik hoop dat jullie deze video genieten. Dat jullie er weer van genieten. Dat we weer lekker kunnen pompen. Drop een like, abonneer, reageer. En druk het notification belletje als je niks wil missen. En dan zou ik zeggen geniet van deze video. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende. Succes met deze mooie arrestatieclip. Ieuw, aju. Is de politie bij ons, bij de ganghuis? Ja, ja, ja. Oh, ik ga via de achterdeur. Oh, ja, ik kom niet binnen via de achterdeur. Waar zit die kut ingang? Kom ik hier binnen? Ja. Right, ik ben binnen, ik ben binnen. Oh, dit is een voorraadkastje. Oké, als het goed is kan ik me connecten. Oh, nee. Snel, snel, snel. Er staat helemaal geen politie hier. Is die weg? Leg wapen terug. SNS-pistool, zo. Poppen hem nu, dat kan ook. Ik heb geen wapen meer, ik ga wel scannen. Oh, hier, politie. Ik regel. Zeg even... Ja, meneer, staan blijven. Hallo, hallo. Ja, ik doe niks. Brand in de lucht. Ja, is goed, geen probleem. Brand mijn oog. Moet ik tegen het hek aan gaan staan? Ja, is goed. Ja. Kom maar. Fouilleer me maar, ik heb niks. Ik ben een lieve meneer. Ik kom alleen praten wat er aan de hand is. Ik zie allemaal auto's. Collega, boeien maar. Ja, is goed. Boeien mij maar. Ik heb niks. Boeien mij maar en fouilleer me maar, meneer. Ik wil gewoon praten wat er aan de hand is. Meer niet. Ik ben een hele lieve man. Ja. Auw, zit wel strak, man. Fucking hell. Niet klaar. Meneer, u blijft even hier staan. Ja, ik blijf hier staan. Wacht, ik heb niks gedaan. Je mag een vinger afdrukken, checken. Alles. Ik heb niks gedaan. Ik hou je even in veiligheid. Ja, is goed hoor. Vind ik helemaal goed. Dat vind ik lief van jou. Hey, Brian. Ja. Ik ben gejoined. Ja, Pix, ga het huis doorzoeken met wapens. Echt? Zal ik ook even gaan zitten, meneer? Mag dat? U mag gaan zitten. Oh, dat vind ik lief van jou. Maar dat mag niet. Mag ik jouw naam misschien hebben of jouw ID? Dan kan ik je misschien straks iets leuks geven. Wat vind ik wel lief van jou? Ah, Willy, ik ga jou straks iets leuks geven op je rekening, ja? Dat is niet nodig, meneer. Nee, weet je zeker. Is altijd leuk, hè? Lekker hamburgertje extra halen of zo. Het is een lief aanbod. Ah, oké. Okay. Jij mag me wel fouilleren, trouwens. Dan weet je dat ik in ieder geval niet gevaarlijk ben. Nee, ik wacht even tot dat versterking hier is. Oké. Ik heb geen kernbomvest aan of zo. Zo, meneer. Ik staan bij uw vriend. Okay. Genoeg mensen. Oké. Kom eens. Hé, hey, meneer. Je bent er weer. Voor, meerdere, Zou je mij alsjeblieft... Hey, waarom... meneer. Nou, ik zie jou met waarschijnlijk een wapen naar binnen rennen. Nee, is helemaal kom hier, ik heb een melding. Een wapen? Zo! Een collega. Oh, die heeft assistentie nodig en ik zie jou... ik was gezellig met Brian. Wegrijden. Ik was gezellig met Brian Richard aan het maken. Nou, ik kan je verzekeren dat ik gewoon een lief persoon ben. Meneer, met het kale hoofd. Mooie kale hoofd. Ik ga u even fouilleren. Heeft u iets bij zich waar ik me aan kan bezichten? Hallo, agent. Nee. Oh, die handboeien doen pijn aan mijn polsen. Kunnen ze wat losser? Oh ja hoor, geen probleem. Helemaal prima. Dankjewel, man. Ik heb alleen wel dorst. Mag ik wat drinken en eten misschien? Anders droog ik uit. Het is je beetje heet. Mag ik wat drinken of niet? Heren, waren jullie de enige in dat huis? Ja, er is helemaal niemand. Wat zei u? Waren jullie de enige in dat huis? Ja, er is helemaal niemand momenteel. Weet jullie dat heel zeker? Ik kom net buiten gelopen, toen was er niemand. Voor de rest durf ik je eerlijk te zeggen, niet te zeggen of er nog iemand binnen is. Onmiddellijk dus.
Zijn er mensen gekomen met lore, meneer? Oei, oei, oei. Zitten jullie in mijn groepering? Dat vind ik niet leuk. Is er iets nuttigs gezegd of wat? Jezus, nee. Meneer, u bent wel nog wel jong hoor. Waar wat? Wat die kijk je kutkop. Hij is Kaulu oud. Enge idioot. Ik heb niks vast. Hoezo? Onderzoeken ze ook gewoon. Ze choppen ook elke auto. Ik heb niks gedaan. Ik ging gewoon een kleine achtervolging doen met Roy. Gewoon voor de grap, weet je. Nou, maar dit zijn geen grappen. Dit is rip. Wij hebben op zo'n dag wel wat meer te doen dan voor de grap een achtervolging. Ja, flikker hierop dan. Ga weg. Nou, die agenten met de E-Mars rondlopen. Pik, night hem, alsjeblieft. Ja, dat was mijn transport. Ah, oké, okay. Transport van twee jongens zonder wapens ofzo. We zijn daarvan nog een beetje aan het revalideren. Ik ga wel zitten. Hoe doe je dat? Slash E spatie zit. Slash E spatie zit. Gezellig. Zo, ik word een beetje moe van dat staan. Wacht, ik ga naast je zitten. Ik moet dadelijk gaan, what the fuck. Ja, ik ook. Weet je dit snel? Hoe sta je op? Ik kan niet opstaan. Hij gaat ook niet reageren. Meneer? Pik. Oké, jongens. Ik ga jullie bij deze losmaken. Dank u wel. We hebben niks tegen jullie. Mooi. Schraaien ook. Kschenken. Hou zo. Dus sorry voor het ongemak hierin. Maakt niet uit. Als het goed is, zijn jullie, kunnen jullie even opstaan. Hoe doe je dat? Met X. X of Z. Eén van de twee. Waarschuw ik jullie wel. Kijk voortaan uit met wat jullie doen. Want zoals jullie zien, we zijn er snel te plekken. Zullen we doen, meneer. Helemaal top, jongens. Fijne dag verder.